De eerste glutenvrije winkel van het noorden is een feit. De winkel van Gertie, Erwin en Kelly Baas openen vandaag in Selwerd haar deuren. Glutenvrij eten is hip, maar die hype is niet altijd positief. De hype zorgt wel voor wat meer bekendheid, maar aan de andere kant de restaurants en zo gaan er wel wat losser mee om. Omdat ze denken, ah, die moet glutenvrij, nou ja, dan kan er ook wel, hoeft het niet zo nauwkeurig. En dat is voor de mensen die celiakie hebben dus totaal niet het geval. Dus de hype is aan de ene kant voor ons natuurlijk wel een doelgroep. En ja, het heeft voordelen, maar het heeft ook grote nadelen. Celiakie is een ziekte die ervoor zorgt dat het lichaam met eiwit- en tarweproducten niet kan verteren. Het idee dat glutenvrij eten voor iedereen een goede keuze is, is echter niet waar. Voor mij is het beter omdat ik moet. Maar als je echt gewoon glutenvrij wil gaan eten omdat het gezonder zou zijn, het is absoluut niet gezonder. Er zitten veel meer suikers in, veel meer vetten, dat rare dingen. Er zitten soms wat meer E-nummers in. Het is niet echt heel erg veel gezonder. Nee, absoluut niet. De reacties van de klanten zijn positief. Ik zie ook veel dingen die ik in andere winkels niet zie, bijvoorbeeld bij een glutenvrije afdeling. Dus het is wel fijn dat er zoveel glutenvrije producten zijn. En wat voor dingen zijn dat? Ik heb nog nooit glutenvrije gebakken uitjes gezien of glutenvrije tomatensoep. En het is wel handig om het hier wel te zien. Ik ben onlangs kreeg ik de diagnose prikkelbare darmsyndroom. Dus ik zit nu aan een FODMAP-dieet en daar hoort onder andere ook geen gluten eten bij. Dus dat is wel een uitkomst dat deze winkel er nu is. De producten zijn wel een stuk duurder dan in de normale supermarkt. Het is allemaal kleine productie en de ingrediënten zijn gewoon iets duurder. Tarwe is natuurlijk wel een van de goedkoopste dingen en dat zit hier nou net niet in. Voor de familie Baas is het in ieder geval een goed begin. En we hebben heel veel positieve reacties gehad, dus ik ga ervan uit dat het wel goed gaat lopen. Dus blij dat jullie open zijn? Heel erg blij, zeker.